Meneer Hiddema, ik zag u net zo even buiten de uitzending om. En toen zei u, van, goh, hoe gaat het in Den Haag? Toen zei u, meneer Tan, ik zit op een andere planeet. Ja, dat is ook zo. Kunt u die uitspraak uitleggen? Wat bedoelt u? Heb u even? Ja. Wij volgen nu de fractie, de formatiedebatten. En we zitten wel op een andere planeet, maar ik wil niet zeggen dat de bewoners van de Tweede Kamer buitenaards eruit zien. Nee. Bepaald niet. Maar als je de debatten volgt, nu de formatiedebatten, dan zie je dus de fractievoorzitters. En die slaan je gade. En hun taal is ondoorgrondelijk, buitenaards. Je ziet wel, je slaat ze gaande. Zij doen verslag van de avonturen die ze hebben beleefd met de informatrice. En daar doen ze dan verslag van. En dan denk ik, nou krijg ik te horen wat er daar gezegd is. En ik kijk ze aandachtig aan. En dan zie je dat ze spreken, want hun, ja, er is vibratie rond de mondhoeken. Je ziet ook dat ze klanken teweeg brengen zodra de mond zich opent. Je ziet ook dat ze in zinsconstructies opbouwen, want de intonatie van de woorden, die, ja, dat duidt op een zin. Maar inhoudelijk zeggen ze helemaal niets. En dan bekijken ze zeer waardig in het rond. Ze bedanken de informatrice voor haar belangwekkend werk. Joost mag weten wat dat ooit heeft voorgesteld. Ze zeggen dat ze nog steeds niet met Pietje willen regeren. En dat ze volgens hun eigen beginselen, want die ventileren ze wel. Dat geeft de gelegenheid mooi even. Wellicht een coalitie zou willen met Jantje. Mits Jantje, dan met Keesje samen. En zo gaat het maar door. Maar wat ze daar inhoudelijk nou bekokstoofd hebben tijdens die formatie, tijdens die 70 dagen, daar wordt niemand een cent wijzer van. En bij niemand slaat de waanzin toe. Niemand zegt, waar ben ik, op welke planeet ben ik beland? Jullie gaan toch verslag uitbrengen over inhoudelijke punten aangaande formaties en hoe je met elkaar door één deur kan in de regering. En je wordt er geen cent wijzer van. Helemaal niks. Maar aan de andere kant kan het ook niet een verrassing zijn, want dat het Haagse zo werkte, dat was jarenlang ook op de televisie zo te zien natuurlijk. Ja, maar als je met je neus bovenop zit, dan ineens komt het op. En uw collega Thierry dan, die heeft zijn meningspeech in het Latijn. Dan doet hij wel vibrerende beweging met zijn mond, maar niemand verstaat dat. Je hebt mij gespaard, maar ik sprak in het Fries. Ja, dat verstaan nog een aantal mensen. Nou ja, je wil de mensen toch wat meegeven. Ja, ja. Dus dat is iets wat eigenlijk. Kan je zeggen dat is wat tegenvalt in Den Haag? Dat men niet direct is genoeg in uw visie? Op heikele thema's. Men heeft het over het landsbelang. Men wil een regering, want men zegt dit land moet geregeerd worden. Maar ze zorgen al 72 of weet ik hoeveel dagen voor dat dat niet gebeurt. En dan zou je toch verwachten dat ze het verslag uitdoen aan de Tweede Kamer en dus aan de kiezer waarop het is gestrand. Nou, het enige wat je hoort, waardoor het gestrand zou zijn, dat is dat de heer Klaver een morele ondergrens heeft bereikt. Dat is wat. Dat is mooi. Dan zijn er hoge beginselen in het geding. En dan gaat het volgens hem over het immigratiebeleid. Nou heeft mijn collega hier uit de losse hand maar wel 5 hele verneinige moties ingediend. Die gingen over immigratiebeleid. Daar stonden alle scherpe kanten in verwoord. Alle fracties die elkaar nu besnuffelen over integratiebeleid bij de formatie, hebben allemaal tegen die 5 scherpe kanten gestemd. Ja, maar dan voordat, moet je mij eens uitleggen waar er nog een ondergrens te vinden is. Voordat het zover kwam, voordat die 5 moties werden ingediend, moest wel wat formaliteit worden betracht. Om het mee te zitten. Maar dat heeft hij voortreffelijk gedaan. Ja, nou ja, het is wel aardig om te zien. Ik bedoel, als je nieuw bent, dan weet je ook niet precies hoe het gaat. En dat ging dan in dit geval zo, met de Kamervoorzitter. Ik wil graag een motie indienen waarin wij als Kamer ons uitspreken om dat nou eens te gaan veranderen. De motie luidt, de Kamer gehoord, de beraadslaging. Je moet dus op papier hebben. Ik heb het nog niet op papier, maar in het hoofd is het aanwezig. Nee, maar zo werkt het niet. Je moet het echt op papier hebben. Dus, volgende keer. Ja, maar die beelden heeft u niet, want toen wordt het leuk. Op het moment dat mevrouw Ariep zegt, je moet het op papier hebben, zegt hij, waar staat dat? En toen wisten ze het niet. Toen moesten de 3 griffiers gaan zoeken. Ja, waar staat dat eigenlijk? Dat is nou de leukste aap uit de mouw. Ja,